zijn in Livorno, Italië. Yay! Snel eten, want we gaan zo een tour doen naar Pisa. Een omelet als ontbijt en een pakje fruit. Stefan en ik worden altijd heel baldadig op dit soort tours. Denk echt aan Cartman humor en dat soort dingen. Dus we hoorden net al een vrouw achter ons vragen. Dan krijg je zeg maar zo'n headsetje voor de tourguide. Van ja, gaat deze in het Engels zijn? Daar kijken we elkaar echt zo aan. Nee, dit Italiaans. Heb je dat nog niet geleerd dan? Ik weet ook niet of het echt zo grappig is op camera. Ik zal het wel filmen en dan kijk ik achteraf wel of het video ook grappig is. Want we kunnen echt heel hard en sarcastisch zijn. Mind your things, because if we don't have gypsies, we have Italians. They're probably worse than the gypsies. So, you know, I'm talking about gypsies because that's what we get here in Toluca and in Pisa, okay? But everywhere you go, it's the same history. Toeristischer dan dit wordt het niet. Er loopt een gids voorin met een bordje 13 en we hebben oortjes in. Dit is de stadsmuur van Lucca, een hele oude stad in Italië. Ah, dat ziet er wel cool uit. Wauw, Lucca is wel echt heel mooi. Hele coole stad. De super mooie, knappe, oude Italiaanse mevrouw is heel veel aan het vertellen over de architectuur en dat soort dingen. Stefan en ik vragen ons af of ze iets over het ijs kan vertellen. Onze toeristische attractie. Een middeleeuwse winkel. Deze is echt zo oud. Super cool, joh. Oké, ik wil zo'n slaapkamer. Stefan, gaan we dit halen? Allemaal laten importeren. Super vet dit. Ook super Italiaans dit. Zie je die bomen daar bovenuit dat gebouw? Nou, de belangrijkste familie van de stad mocht dus niet hoger bouwen vanwege de regels. Dus wat doe je als je wil laten zien dat je de belangrijkste familie bent? Boom! Je plant bomen bovenop je toren. Oeh, fancy. Een echte deurknocker. Breaking news. Er is ons gelato beloofd aan het einde van de tour. Yo, de Italianen hebben wel echt humor. Check dit schilderij. Check de handtas. Bam. Flawless. Stefan en ik zijn het hele plein overgelopen voor de beste gelato. Je kan het zien aan de kleur. Het moet niet zo'n vieze, chemische, felle groen zijn. Het moet een beetje dat pastelgroene zijn als je goede pistache-ijs wil hebben. En hier hebben ze de beste, tenminste, afgaand op de kleur. De kleur van de pistache ziet er iets te chemisch groen uit. Ja. Hij deed het al niet met zo'n spateltje, maar met zo'n schepje. Dus dat is ook al twijfelachtig. Het kan alleen maar meevallen eigenlijk. Je hebt geen hoge verwachtingen eigenlijk? Ik heb geen hoge verwachtingen. Oké, proef maar. Proef maar. En, gelato expert. De pistache is echt smerig. Echt waar? Ja. Serieus, hoe kan dat nou? Hazelnoot is ook niet geweldig. Het is walnoot. Het is walnoot. Gelato time, de sequel. Ik ga proeven. Walnoot is lekker hoor. Ja, pistache is geen pistache. Walnoot is wel lekker. Dit bandje, dat stinkt dus enorm. Ik ga er niet vanuit dat ze dat schoonmaken en zo. Hoor Stefan, wat zei je nou net van? Ik ben blij als ik deze vlooiband van mijn nek kan halen. Ik krijg er de kriebels van. Vlooiband. Yo, daar is hij dan. We gaan eerst naar deze kerk. En Stefan en ik zijn niet in onze hum. Hallo, we komen hier voor een toren. Wat gaan we bij kerk doen? Stefan vraagt waarom dit zo populair is. Hebben ze binnen gratis koekjes? Delen ze ijsjes uit? Ik zei toch, Cartman? Oké. Dit is wel ridiculously mooi. We zijn nog steeds niet bij de toren geweest. Ze loopt er omheen te kletsen. Stefan en ik denken dat ze iets te verbergen heeft. De toren staat scheef. Of... ze proberen even stiekem recht te zetten. Maar dat is...
Oh, we zijn nu echt gewoon te melig aan het worden. Nou, hè, daar is hij dan hoor. Hij staat nog steeds scheef. Daar kan je hele grappige dingen mee doen. Yup, heel toeristisch, but if you can't beat them, join them. Dit is wat ik aan heb trouwens. Ik heb mijn zilveren schoentjes uit Taiwan met de sportsokjes uit Korea. Love this combo. En ik heb een high-waisted, beetje regenboog, pastelkleurig shortje van de Monkey. Met een zwart shirt met aan de zijkant cut-out. Die heb ik in Bangkok gehaald. Terug op de boot is het lunchtijd. Ik heb hier bonen en vegetarische enchiladas. Nee, dat is niet alles. Ik heb hier sushi-bordje 1, sushi-bordje 2. Klein stukje cheesecake, sushi bordje 3. En ja, ik heb even trek in vis, dus nu eet ik het gewoon wel. Ik zit hier met mijn kleine dinnetje, Jennifer. Wij gaan nu eten. Zij heeft mijn outfit gefilmd. Zij heeft trouwens alle outfits van de afgelopen dagen gefilmd. Ze is super goed in filmen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb zilveren schoenen van de Zara aan. Natuurlijk mijn Chanel tas, die ik heel vaak wil dragen. En een oranje jurkje die ik in Shanghai heb gescoord. Thank you, Jen. Oh, het is weer feest hoor. Ik heb een sinaasappel radijssalade. En Jenny, die heeft 3 crostinis met allemaal verschillende dingen daarop. Jenny heeft de zalm besteld met groenten en rijst. Ik heb couscous met groenten, de vega versie. En ik heb linzensoep ernaast. Jenny en ik hebben allebei Estrella cake besteld. Geen idee wat het is, we hebben het allebei nooit geproefd toch? Nee, gaan we nu voor het eerst proeven. Oeh, de taart is super lekker. Dit is dus amandelbiscuit. Daartussen zit frambozencoulis. En daaronder zit chocolade ganache. En bovenop ook weer chocolade. Jenny, wat vind jij ervan? Lekker. Ja, lekker? Ja. Ik vind hem ook super lekker. Het is 11:15. Ik ga snel slapen, want morgen hebben we een hele dag in Rome. Alle highlights. Zoveel zin in. Dit stond ook echt op mijn bucketlist. Wanneer ik terug ben, ga ik jullie zeker mijn bucketlist laten zien. Want er is heel veel van uitgekomen. Nu ga ik lekker slapen. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en wil je ook heel graag mee naar Rome, klik dan hier om je te abonneren. En dan ga je sowieso mee op alle toekomstige reizen. Wil je nu nog een aflevering kijken, dan kan je hier alvast klikken voor vorige aflevering, maar daarmee kom je ook bij de afspeellijst van alle travel vlogs. Dus mocht je het leuk vinden om dat terug te zien, dan kan je dat hier vast vinden. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer.